Welkom vanuit de koel. Beetje gure omstandigheden. Een linker trap hebben we al een paar keer gezien. Het is een graad of 12. Maar prachtige herfstkleuren boven het dak van de koel. Ajax speelt met de rouwbanden vanwege het overlijden van Carlos Brown. 53 jaar jong slechts. Facilitair medewerker meer dan 10 jaar voor de betaald voetbaltak van Ajax. Traoré. Gravenberg, variant van Ajax. Zag er niet onaardig uit. Levert niets op. Anthony. Versnelling van de Braziliaan. Bij de tweede paal neergelegd. En dit is echt een kans. Kopbal. Gravenberg op de paal. Goeie voorzet van Anthony. Goed werk van Kleiber. Ajax weer in balbezit. Klaassen. Tempo dat Ajax hanteert in die eerste 11 minuten is VVV wel te machtig. Want er komen ze alweer. En nu Taliafico met de mogelijkheid terugleggen. En dan zit hij erin. En dat kon eigenlijk niet uitblijven. En zo is het 0-1 al vrij snel in de wedstrijd. Er was al een paar minuten geen houden aan voor VVV. Vraag eens nog even wie dan dat allerlaatste tikje geeft. Ekkelenkamp zit er denk ik ook nog aan. Dan zou hij hem op zijn naam krijgen. VVV is buitengewoon vriendelijk voor Ajax. Kijk eens, wat een ruimte nu voor Tadić. Dat maak je toch niet heel vaak mee. Gravenberg ook alle tijd een ruimte. Nou, afdrukken. Traoré staat een beetje in de weg. Ook niet lekker geraakt door Gravenberg. Maar zal toch zorgen voor een tandenknarsende Hans de Koning. Die ongetwijfeld zijn spelers heeft meegegeven. Fel in de duels, kort erop. Enfin, dat allemaal wel van trainers. Maar Blind is de volgende, die kan uithalen. Helemaal vrij. En Van Krooi met de redding. Dan staat VVV daar verschrikkelijk zwak te verdedigen in het eerste kwartier. Anthony. Met 8-9 man verdedigen op de lijn van het 16 meter gebied. Dat lijkt het plan te zijn van VVV. Kom, levert hem zo in bij Kleiber. Anthony. Voorzet van Anthony, Traoré 2-0. Goeie kopbal van Traoré na een werkelijk andermaal. Perfecte voorzet van Anthony. Die legt ze toch met zijn linker wel heel gemakkelijk neer daar. Dit is een speeltuin voor Ajax. 17e minuut. 0-2. Van Traoré wordt natuurlijk wel eens gezegd. Daar zit ook wel wat in. Dat hij niet dat hele verfijnde heeft. Cijfers zijn niet slecht. Zo. Goedemorgen, post, dat is geel. Dat heet dan een signaal afgeven. Dat de aanvoerder hier doet. Anthony naar Kleiber. Tadić. En weer die omsingeling. Tadić. Tadić, mooi steekballetje. Taliafico. Nou, nu de oplossing vinden. En die wordt gevonden bij Traoré. En zo is het. Als de versnelling in het spel weer daar is. 0-3. Dan staat hij weer op de goede plek. En maakt hij zijn tweede. Het leidt nou niet tot doldrieste taferelen op de bank. Rondom het 16 meter gebied wordt er makkelijk gecombineerd door Ajax. Is het geen buitenspel. En is het dus 0 tegen 3. Ja. Kleiber. Klaassen naar Blind. Blind dan maar eens met de crosspaas. Anthony, afvallende bal opgepikt. Tadić nu vanaf rechts. Dusan Tadić, Gravenberg in het 16 meter gebied. En daar de redding van Van Krooi op de inzet van Anthony met zijn linker. Ja, met de 0-3 is Ajax nog behoorlijk genadig eigenlijk voor VVV in deze eerste helft. Kleiber.
Schmitz weet echt niet wat hem overkomt daar aan die linkerkant bij VVV. Tadic, zou hij het dan zelf moeten doen uit de draai? Dat moet hij zeker. En dat is alsnog de 0-4. Nog in de eerste helft. Laatste minuut van de eerste helft is net begonnen. Buitengewoon pijnlijk dit allemaal voor VVV. Massaal verdedigd. Maar ondanks dat massale verdedigen krijgt Ajax de kansen aan een. Kan Tadic daar kappen en draaien. Kijken waar naartoe. En dan uiteindelijk besluit om het zelf te doen. Oh, Onana maakt er een potje van in die openingsfase van de tweede helft. Ja. Concentratie niet helemaal optimaal natuurlijk bij de man uit Cameroen. Een halve snipperdag. Hoekschop VVV. Onana, valpartij Giacomakis, die valt wat vaker dan gemiddelde voetballer. Maar hij heeft hem wel even bij zijn arm vast, hè, Blind. Maar Klaas is eigenlijk overal om Ajax weer snel in balbezit te brengen. Anthony, die loopt heel lelijk tegen Koeman. Die heeft de ernst van de situatie ook snel door. Och, dat is een hele lelijke van Koem. Voelt de bijl wel hangen. Het gebaar, de gele kaart die weer teruggaat. Het wordt vervangen door rood. Ja, het is impact, het is onbesuisd, maar vooral halverwege die actie zijn hoofd al wegdraait. Kleiber. Anthony probeert hem te plaatsen. Cadeautje voor Traoré. Hattrick voor hem. Dolblij, logisch. Het gebeurt je ook niet iedere dag, een hattrick in de Eredivisie. En dat zou er zomaar niet de laatste geweest kunnen zijn, want hier werkt VVV weer mee. Traoré en daar is het 0-6. Nou, dit gaat wat worden in Venlo. 0-7 is de grootste uitslag die Ajax hier ooit boekte in de Kool. Nu is het na 55 minuten al 0 tegen 6. En is Traoré hier helemaal niet zelfzuchtig en gunt hij Anthony zijn vierde van het seizoen. Gravenberg. Bal blijft liggen. Traoré. Scrimmage. Bal weg. Gravenberg. En daar 0-7. Ekkelenkamp. Drie goals in 3 minuten. En nog een half uur te gaan. 0 tegen 7. Blind. Traoré ingespeeld. Blind doorgelopen. 8-0. Onwaarschijnlijk. De ene na de andere. Achter elkaar door. Ajax blijft vol gas geven. Tegen een totaal lamgeslagen VVV. VVV heeft met pijn en moeite al 5 minuten droog weten te houden. Klaassen. Kleiber. Anthony scherp. En daar ligt hij er dan alsnog in. Traoré met zijn vierde. 0 tegen 9. En Van Krooi eigenlijk ook helemaal niks meer ondernam om er nog iets aan te doen. Omdat hij ook wel zag dat het geen zin meer had. Kleiber doorgelopen. Uit de rug vastgepakt door Van Krooi. Penalty. Stop, kun je zijn, zeg. Van Krooi. Dat is de man die de tiende moet gaan maken voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar, dat doet hij ook. 0 tegen 10. En dat is altijd, hoe je het ook bent of keert, historisch. Ekkelenkamp, Labiat, doorgelopen. Zo wordt het weer dreigender en dreigender. Kleiber met de voorzet. Die wil nog een penalty. Nou, die gaat hij niet krijgen. Ekkelenkamp terugleggen. 0 tegen 11. Huntelaar al vallend. Een minuutje verder. Doelpunt verder. 0-11. VVV Ajax. Martinez plaatsen. 0-12. Volgende goal. 78ste minuut. Lisandro Martinez.
Labiat. Positie kiezen voor de goal. Nummer 5 voor Traoré. 0 tegen 13. Kijk eens de gretigheid waarmee hij die bal binnenloopt. Een historische afstraffing door Ajax. Dat het eigenlijk ook een beetje gelaten over zich heen laat komen. Zich misschien zelfs wel een beetje geneerd dat het zo hoog is opgelopen. Ajax heeft het eredivisie-record, een stokoud eredivisie-record, scherper gesteld. Van 12-1 gaat het naar 0 tegen 13.